Je bent weer juffrouw Wiebeltand. Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken. Het is dinsdag en ik ben mega druk. Ik heb me wel aangekleed, zelfs al een tijd op school. Deze soepertrash broek van Mango en mijn Guess sneaker wedges. En ik ga even brood maken. Ik heb zo de overblijf. We hebben natuurlijk de avondvierdaagse. Dus daar ben ik heel veel van mijn dag elke keer kwijt. Is hartstikke leuk hoor, niet daarvan. Alleen kom ik nog te kort. Zo naar school toe en dan weer terug. Huishouden. Ik ben hier kan huishouden. Maar goed, hoort erbij. En dan gaan we vanmiddag weer lopen. En dat vind ik wel echt heel leuk om te doen met al die kindjes. Ik ben alweer met Sarah uit school. En wij liggen even heel lui op de bank. Zo de avondvierdaagse lopen. We moeten over een kwartiertje alweer de deur uit. En ik ben gewoon even aan het hangen. Vind ik wel gezellig. We zijn lui. En ik ben echt moe. Want ik kom echt tijd tekort. Ja, we mochten even tv kijken. Ik ga wat opzetten. Deze even zitten. Oh, sorry. Ja, boek. Iets boek. Ik ga wel op de boek zitten. Kom even. Dan ga je vallen, hè? Dat is simpel. Zeg, pas op. Zie je gek te lachen? Zie je zo gek te lachen? We hebben hem weer gelopen. Deze dame heeft het weer goed gedaan. En nog een wiebeltand. Ja, je hebt nog een wiebeltand, maar die zit nog wel even vast. Dus ik ben juffrouw Wiebeltand nog steeds. Je bent weer juffrouw Wiebeltand. Ik ben echt wel moe, maar dat was ik al. Niet eens zozeer van het lopen. En deze is een energiebom, dus dat gaat nog goed. Nu lekker naar huis, Marco. Ik moet de tand uit te trekken. Nou, dat gaat voorlopig nog niet hoor. Je hebt de smaak te pakken, dus je wil alle tanden uit de mond trekken. Marco is aan het koken, dus als we thuis zijn kunnen we als het goed is gelijk lekker aan tafel. Dadelijk moet je met de tanden uitpakken. Nou, Sarah, dat heb ik vorige keer gedaan, omdat hij heel los zat en er gewoon niet uitging. Maar dat gaan we niet elke maar keer doen. Maar toen ging die wel uit. Ja, maar die zat al zo los. Nee, maar... kijk. Ja, maar die andere is al zo omhoog, dus je hebt nooit echt een gat gehad. Ik ben echt weer zo moe, maar zo. En ik denk, nou, dan ga ik wel even een... een vlog editen en ik krijg weer zo'n stomme update. Echt, het irriteert me zo mateloos. Gewoon dit, dus al heel de tijd. Nou, een beetje jammer, die update is gewoon heel de tijd alleen maar bezig geweest. Dus eindstand heb ik gewoon eigenlijk niks gedaan. Ik ga nu echt mijn bed in. Dus ik ga lekker slapen. Ik wil je wel bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En natuurlijk een duimpje achter te laten. En dan zie ik je morgen. Doei!